En minister Ellie Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme heeft gisteren de driedaagse IPV6 Hands-on Technical Training afgesloten in het Telesuuropleidingscentrum. Deze werd georganiseerd door de Telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS, in samenwerking met de Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry, LACNIC. Met het sterk groeiende IP-verkeer in de wereld en alle nieuwe ontwikkelingen zijn er de komende jaren steeds meer IP-adressen voor internet nodig. Door het opraken van de IPv4-adressen is IPv6 ingevoerd. ICT-gerelateerde personen uit zowel de publieke als private sector zijn daarom getraind om de overstap van IPv4, IPv4 naar IPv6, IPv6 goed te kunnen doen. Volgens minister Rusland is elke schakel belangrijk om de ontwikkeling niet te stremmen. Zeker omdat al deze instrumenten onderdeel zijn van de fundamenten voor het stuwen van een stukje ontwikkeling. En als deel van de samenleving, als deel van uw organisatie, als deel van uw maatschappij, bent u op uw microniveau natuurlijk bezig om de ontwikkeling van het land te stuwen. Elke schakel in de samenleving is belangrijk. Zo bent u ook zeer belangrijk. Op het moment dat u uw taken verzaakt, betekent dat wij een ketenprobleem hebben. En wij moeten natuurlijk alle schakels in de keten zo sterk mogelijk houden, zo goed geïnformeerd worden, waardoor we voort kunnen gaan. En uiteindelijk die ontwikkeling brengen die ons weer ten goede komt. Maar minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme heeft gisteren de driedaagse IPv6 Hands-on Technical Training afgesloten in het Telesuur Opleidingscentrum.